Yo, Brennus, ik heet Deenske en welkom in deze nieuwe video van Black Ops 3. En dit is episode 10 van Black Ops 3 Gun Game. Maar voordat ik deze match ga starten, moet je eens kijken. Ik weet niet of jullie dat ook hebben, maar ik ben dus Master Prestige level 58. En ik kan mijn emblem, mijn calling card en mijn clan tag niet meer wijzigen. Je kan er niet op klikken. En bij calling card kan ik wel op klikken. Ik kan wel iets uitkiezen, maar als ik ergens op klik, dan doet hij die niet eens toepassen. Want dan gaat het uiteindelijk gewoon weer weg. Het is gewoon weer weg. What the fuck? In ieder geval, ik zie jullie in de match. Maar laat in de comments achter of jullie hetzelfde probleem hebben. Of dat ik gewoon weer random genaaid ben door Call of Duty. Match nummer 1. Kijk eens aan. Daar spant al gelijk iemand buiten linksom de hoek. Dat is zo fijn aan deze plek. Er zitten zulke spans zo dicht bij elkaar. En nou is de vraag, wie gaat winnen? Ik ga het winnen. Ha! En deze ook. Of course, of course. En die ook. Oh, nee, die niet. Oh, jawel. Oh, jawel hoor. En ik krijg een hitmarker. Are you shitting me? Oh, en ik ga dood. Ik wou net zeggen, dit duurt te lang. Veel te veel mensen bij elkaar. We hebben al gelijk 4 kills binnen een paar seconden. Dat is echt zo leuk aan Gun Game. Als het goed gaat ermee, is dat je echt gewoon een hoop kills in een paar seconden op rijen kan maken. En ik weet niet of ik daar nog steeds... Oh, wacht even. Even kijken of ik eerst kan overleven voordat ik hier... En ik schiet mis. Ik schiet mis. Mijn fout. In ieder geval, wat ik wilde zeggen is... Ik heb nog een, hoe heet het ook, een kill chain feed heb ik opgenomen. En dat was in free for all. En dat is best wel bijzonder. Ik schoot van een meter afstand een shotgun in je oog. Motherfucker. Maar ik heb dus nog een kill chain feed. Die heb ik op mijn computer staan volgens mij. Dat is in free for all. Dat is dus extra bijzonder. Omdat je niet aan het spawn killen bent. Maar dat je gewoon echt al die enemies om je heen hebt staan. En dat je iedereen probeert af te knallen. Dus ik zal kijken of ik die aan het einde van deze video kan plaatsen. Het is opgenomen uit theater mode, dus het ziet er allemaal een beetje laggy uit. Maar het is wel best wel vet. En killchain in free for all, daar maak je niet heel veel mee. Want de meeste killchains zijn gewoon pure spawn killen en spawn trap shit. En dat is eigenlijk niet zo erg bijzonder. Terwijl als je free for all speelt, dan speel je de solo helemaal alleen en je hebt niemand om je te helpen. Dus dat was best wel nice. En we staan in 90 om 90, dus iemand anders... Die probeert te winnen, dat is niet de bedoeling. Wij proberen ook te winnen. Wat niet echt wil werken momenteel. Want ik kom geen mensen tegen, ik ren rond als een idioot. Hey, en hem is. What? Ik schoot. Jij bent niet eens geraakt al. Hij werd niet geraakt door die andere gozer. Dat was fucking bullshit. Ik denk hij zal wel weak zijn, maar die andere gozer had hem niet geraakt. Kijk eens, precies wat we willen hebben. Ik heb het idee dat we de andere kant van de map moeten zitten. Want hier zijn bijna geen enemies. Dus wij kunnen of hier even blijven op het dood gaan. En hopen dat we aan de kant spannen of we gaan lopen. Ik heb eigenlijk geen zin om heel dat pokkein te gaan lopen. Dus we blijven gewoon hier zolang het kan. Oké, dit is niet leuk. Oké, ik heb één iemand. Volgens mij was er nog... Oh. Jij de shotgun. Nou zul je zien dat ik aan de andere kant span. Ja. Ik wou zeggen, maar dan is de rest weer... Weer niet hier. Was die niet raak? Ik schoot een fucking RPG op je voeten. Oké, maar jij wel. Als jij je daarbij beter voelt, dan gaat hij eraan. Ook goed. 18 om 6. 3.0 KD. Maar we moeten nog die vuist kills maken. En die zijn het ergste natuurlijk. Nee! Dat was een perfecte kill anders. En hij heeft weer een shotgun. Echt iedereen die mij wil killen, deed een shotgun. Echt, dit is echt niet normaal. Oh mijn god, er was er een rechts van mij, die durfde niet te komen. Ik zat hem even op te wachten, dan komen ze in mijn rug. De timing, oké. Okay. We gaan er gewoon op af. Hier! Mes in je ribbenkast. Oké, okay, nou wordt het wat moeilijker, want dit is gewoon aids. Nee! Yes! Yes! 20 om 8, ik erger me echt aan dat plaatje van die aap. Volgens mij hebben meer mensen daar, want die Josh heeft daar ook. En Josh is, weet ik veel, een of ander persoon. Ik wilde hier wachten tot hij op die trap kwam. Was er dichtbij. Dan heb ik de meeste kans te winnen. Hij hapte. Mooie kill. Je moet er altijd geluk bij hebben natuurlijk. 20 om 8, eerste match. Gaan we nou zoeken naar de volgende match. Moet je die gozer in level 170. Damn. Ik zie jullie bij de volgende match. Dus op naar de volgende match. Let's go. We hebben zojuist een nieuwe match. En dit is op Skyjacked. En Skyjacked is volgens mij echt een nieuwe combine geworden. Echt. Eerst kreeg je altijd zoveel combine. Ik heb het idee dat je nou zoveel Skyjacked krijgt. En deze gozer had zoveel geluk, hè. Ik werd door twee mensen omsingeld. En dan schiet ze natuurlijk op mij. Half kaart.
nasty hollow. Ik zit vast. Ah, ik zat vast. What the fuck? Waar zat ik tegenaan te lopen? Oh, dat is een muur. Oh, wat een retard. Oh, shit. Ik zat op de minimap te kijken, dus ik wist niet waar ik moest opletten. Are you kidding me? Hoeveel kogels heb ik nodig? Of beter gezegd, hoeveel moet ik raak schieten? Want ik gooi het als mis. Hoppakee, headshot. Damn. Oké, dit wordt denk ik best wel een pittig potje. Die gozer waar ik de vorige match van won. Ik denk dat hij nou zwaar hard gaat tryharden om zich te proberen te bewijzen tegenover mij. What the fuck was hij aan het doen? Ja, dat hij aan het knife was, maar dat lijkt me nogal moeilijk. Als je nou al een knife zou hebben, dan ben je echt legendarisch. Fucking 2 seconden in de match. Echt. Kom dan. Kom maar. Kom. Nee, in de hol van de duivel. Oh! Shit, ik had niet verwacht dat ik die zou hebben. Serieus. Ik denk, ik ben fucked. Hij ging aan de muur hangen, dus dat had ik geluk mee. Ik moet hier weg. Snel! Boven de grond. Nu het nog kan. Ik zal niet lang leven, dus... Ik zal zo meteen weer onder de grond liggen. Het gaat niet goed, man. We staan er steeds tweede. We maken te weinig kills. Waar de fuck kom jij vandaan? Loop jij dwars op midden... Jij loopt dwars op midden van de map. Oké, je hebt ook een engeltje op je schouder, volgens mij. Als je dat zomaar kan doen. Ik hoor hem wel. Ik wist dat er iemand was. Yep. Jongens, de oren, die heb je niet voor niks. Die moet je gebruiken. Zolang het kan. Echt, fuck. Er zijn zoveel mensen hier in de buurt. Oké. Naar beneden. Nee, 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 nee. Kom dan. Kom. Ik zag zijn schaduw. Ik wist dat er meer mensen waren. Ik wist dat er meer mensen waren. Ik blijf gewoon schieten dan hoor. Dan zit me ook je zak. Er is niet zoiets als een accuracy bonus. Op zich zou dat wel grappig zijn als je dat zou krijgen. Hallo meneer. No! Die vent is zo verlukt. Nou komen. Ik schoot niet. Ik keek net 1 seconde naar de minimap. 1 seconde. 1 seconde te lang. Maakt niet uit. Maakt niet uit. We are back in the game. Oh mijn god. Ik ben echt... Ik kan niet tegen mensen die stilstaan. En ik kan niet schieten, duurt lang. Ik hield die knoppen lang ingedrukt, man. What? Oké. Niet zoveel splash damage, blijkbaar. Nu wel. En... Kom maar. Nou, we komen ook. Nee, nee, nee. Yes! Leek dat hij weer een knife is aan. Ik weet niet wat het is. Ik zie iedere keer mensen met knives. Is dat mijn trauma of zo? Ik ga naar binnen, fuck it. Die gozer ging snel achter de map zitten. Kom hier, kom hier, kom hier, kom hier. Kom hier, yes. Hij loopt rond met een pistooltje, dat was het. Ik wou het zeggen, ik zag dat hij een kort in zijn hand had. Ik dacht iedere keer dat het een knife was. Hij rent dus gewoon rond met zijn pistooltje. Weer gewonnen, 20-6. Ik was hem kwijt. Oh my god. Dit was op zich wel een mooie match. In het begin leek het erop dat we gingen verliezen. Die super base met zijn level 170. Die ging hard in het begin, maar wij komen toch weer on top, hè. Mooie win. Good game. Op naar de laatste match. En dit is de allesbeslissende match. We proberen ze altijd alle drie te winnen. We hebben nou in principe al 2 van 3, dus dat is goed. Maar we gaan nog een keer winnen. Mid-game secret unboxing, jongens. We gaan eens kijken wat we in onze common supply drop krijgen. Ik heb niet meer points, dus sorry. Krijgen we iets? Nope. Het is 3 keer niks. Fijn. Daar gaan mijn 10 hele punten waar ik zwaar voor heb gespaard. Ik weet niet of jullie dat hier zien, maar die Bunny Skills is een overloper. Hij zat net in de Yara Clan en hij heeft nu DSKH. We hebben zojuist een overloper gedetecteerd. De laatste match die wij gaan doen is op Combine. Nou, dit zal een heel kort potje worden, denk ik zo. Dus aan het einde van deze video krijg je dus nog die clip te zien van die killchain in Free For All. Dus blijf kijken, want dat is awesome. En dat is met een shotgun, dus dat was ook best wel nice. Ik pakte volgens mij shotguns op. Het waren niet eens mijn eigen shotguns. Maar wij gaan even... Oh, kill steal for the win. I like it. Ah! Zoveel enemies, zo weinig keus. Fuck, er was er nog eentje daar. Ik zag hem niet staan. De minimap... Oh. Serieus? Een hitmarker van die afstand met een shotgun. Oké. Ik zag op de minimap net daar iemand achter dat muurtje staan. Maar ik zag hem zelf niet... In de leven, de lijven. Oh, no. Oké, die gaat fout. Oh mijn god. Ik spray. Maar nee. Ik heb geen kill.
AFK's. Dat waren 3 hits of zo. Sowieso 2. Oké. Okay. Ik verdien hem ook niet echt, want ik aimde niet, dus. Dat mag gezegd worden. En waar is iedereen? Fucking hell, red iedereen voor mij weg of zo. Oh, weer een shotgun. Weg. Ik ben altijd bang als ik mensen hoor met shotguns. Zelfs als die silent shotgun is, want bij mij krijg ik daar veel hitmarks mee, maar andere mensen juist weer niet. Oeh, nasty. Juist. We moeten echt aan die andere kant zijn. Hey. Ik wou zeggen, we moeten aan de andere kant zijn. Daar zijn al... Weer een shotgun. Fuck you. Daar zijn al de andere enemies. Maar het wordt hier nou ook wat drukker, hè? Ook al zit ik toch echt liever aan de andere kant. Deze kant ligt mij niet zo. Jongen, ik kan hier niet eens spawnen zonder dat er iemand in mijn rug komt. Ga weg, Pookie. Pookie is echt een geweldige naam. Pookie. Oké, nou hebben we zo'n cut rifle waar we helemaal niks mee kunnen. Ik ga er altijd mee dood, dus dat gaat nou ook gebeuren. 120, 120. Dit wordt spannend. Oh! Dit wordt spannend. Dit ding heeft geen eens impact. Ik kan niet door een plaat metaal schieten. Dat is de sterkste wapen in de game. Are you kidding me? Oké. Geloofwaardig. Het is heel geloofwaardig. Bunny skills is zwaar aan het tryharden nou. Hij wil zich bewijzen tegenover mij. Nope, 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 nope. Oh mijn god. Oh mijn fucking god. Ik haat dit wapen zo erg, hè. Dit is echt verschrikkelijk, kutwing. What? Ik kan niks met dit ding. Ik moet op een afstand blijven wachten. Maar ik wil niet op een afstand blijven wachten. Want ik kom toch geen enemies tegen dan. Maar van dichtbij kill je hier niks mee. Omdat het zo traag is. Eindelijk van de kut dingen af. Ik haat dit ding zo erg. Oké. Nu kunnen we weer meters maken. Let's go. Come on. Snipertjes. Zo. 1 sniper. Andermaal. Verkocht. Ah nee. Ik denk als ik daar naar binnen kan rennen. Ik wist dat er nog een kwam. Dan kon ik die naaien. Hey, iemand. Je hoeft alleen maar de fist kills. Nee. Nee. Yes. En. Nee. 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 Dit is spannend. Je hebt een sniper. Je hebt een sniper. Je hebt een sniper. Jij bent mijn kill. Nee. Nee. Jij kan dit niet. Nee. Fuck! Hij rent weg met zijn fucking snipertje. Pussy! Pussy! Ah, oké. Fair play, fair play. Bunny Skills heeft gewonnen. Ah, dit was spannend, jongens. Dit was... Oh, hij had een easy kill. One hit kill. Netjes. Jammer dat ik niet heb kunnen winnen. We hebben de andere 2 matches natuurlijk gewonnen. Het is telkens dezelfde lobby geweest, dus maakt me op zich niet uit. Gefeliciteerd Bunny Skills! Dan komt het dat je de clan tag hebt veranderd. Hè. Als je clan tag verandert naar DSKH, dan speel je altijd net dat tikkeltje beter. Want hiervoor had hij jaren en toen verloor hij. Dus dat is het verschil. In ieder geval, ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze match. Matches eigenlijk. Het zijn 3 matches. Als je het leuk vond, laat alsjeblieft een like achter. Abonneer voor meer. En hopelijk tot de volgende keer weer. Houden we. Geluk, zijn we alweer zo. Shotgun, oké. Dit is zo irritant. De shotgun, er zijn zoveel mensen met shotguns. Nou, ren. Oh, dit vind ik zo eng. Dit vind ik zo eng. Uh-oh. No, 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 no. Woe!